Welkom bij Mandarte, meer zien in moderne kunst. Ik wil het vandaag over een heel bijzonder kunstwerk hebben. Het is een uitgegumde tekening. Moet je voorstellen dat Michelangelo aan Leonardo da Vinci zou vragen: zeg Leonardo, vind je het goed als ik een tekening van jou kom uitgummen? Dat kun je toch niet geloven. Maar in 1953 stapte Robert Rauschenberg naar de toenmalige hele beroemde kunstenaar Willem de Koning en hij zei tegen hem: Willem, heb je voor mij niet een tekening die ik zou kunnen uitgummen? Daarover gaan we het hebben vandaag. Fotograaf Fred McDerry nam deze foto in januari 1961 in de Front Street studio van Rauschenberg. Hier bekijken Rauschenberg en Gloria, de vrouw van de fotograaf, een reeks kleine werken die aan de studiomuur hangen, waaronder de uitgegumde De Koning tekening, die helemaal links in de bovenste rij hangt. Het is dus 8 jaar na het uitgummen en Rauschenberg heeft de uitgegumde tekening nog steeds privé in zijn bezit. Tegenwoordig kennen de meeste mensen Rauschenberg van het kunstwerk rechts, de Odalisk. Hij zelf noemt dat een combine, zeg maar een samenstelling. Odalisk is een parodie op een hele traditie van afbeeldingen van vrouwelijke naakten. Het kunstwerk is bedekt met collages van vrouwelijke naakten uit tijdschriftfoto's en reproducties van erotische schilderijen, zoals het Pastoraal Concert van Titiaan, La Grande Odalisque van Ingres en Amor en Psyche van François Picot. De haan bovenop Rauschenbergs beeld zegt genoeg. Terug naar de uitgegumde tekening. Je ziet een vergulde lijst met daaronder een tekstbord. Achter museumglas in de lijst zit een vergeeld papier als een oud perkamentenblad. Er zijn vlekken op te zien, vage lijnen en misschien een man en een vrouwelijke torso haast onder het oppervlak van het papier. Geen tekst en geen voorstelling. Alles is uitgegumd, want zo heet het werk lezen. Een uitgegumde tekening van Willem de Koning. Hij hangt in een beroemd museum in San Francisco. En er is de gouden lijst en het tekstbord als bij een echt schilderij. En er worden 3 beroemde kunstenaars genoemd: Robert Rauschenberg, Willem de Koning en Jasper Johns. Maar wacht, eerst moet je al die kennis van je afschudden. Zelf kijken en alles toelaten wat in je opkomt en naar niemand luisteren, niets lezen. Kijken of het werk gaat leven. Het is al aan de gang. Onwillekeurig komen er vragen in je op wanneer je naar dit werk kijkt. Waarom is het uitgegumd? Wat was er te zien? Wat gebeurt er eigenlijk als je gumt? Niet alleen met het werk, maar ook met degene die gumt. En wat gebeurt er met de maker van het werk dat wordt uitgegumd? En wat wordt het eerst gekozen om uit te gummen? Wat blijft er dan over? Is het een afbraak of is het een erkenning? Ontstaat er eigenlijk iets nieuws? Later vertelde Rauschenberg dat het Jasper Johns was, zijn collega-kunstenaar, die erop aandrong dat Rauschenberg het werk zou tentoonstellen. Ze waren allebei uitgenodigd voor een groepstentoonstelling in New York in 1955, 2 jaar na de act van het gummen. Johns voerde de begeleidende tekst uit met een soort stencilmachine. Na een restauratie in 1988 gaf Rauschenberg aan, op de achterkant van het werk, dat inscriptie en lijst niet van de uitgegumde tekening gescheiden mogen worden. Sindsdien maken ze het werk compleet en serieus, ook al zijn ze aangebracht door iemand anders. Willem de Koning gaf inderdaad een tekening aan Rauschenberg met toestemming om hem uit te gummen. Maar hij maakte het Rauschenberg niet gemakkelijk. Rauschenberg vertelt dat de Koning een portfolio tevoorschijn haalde en door de inhoud begon te bladeren. En net toen hij er eentje leek te kiezen, wachtte hij even. Nee, mijmerde de kunstenaar, het moet iets zijn dat ik zou missen. Dus haalde hij een tweede map tevoorschijn en kwam uiteindelijk op een tekening terecht die was gemaakt met een combinatie van krijt,
potlood, inkt, houtskool en grafiet. Materialen die veel meer hechten dan een gewoon potlood en die je echt niet zomaar uit kunt gummen. Op de website van het San Francisco Museum of Modern Art vind je een prachtige, diepgaande studie over dit werk, van de hand van Sarah Roberts. Ik citeer haar uitgebreid in mijn bronnen. In haar essay zie je ook de infrarode scan die hiernaast is afgebeeld. De scan laat net niet genoeg zien van de originele tekening om die te kunnen herkennen. Het is wel erg de Kooning-achtig. Er zit een lijnenspel in zoals we kennen uit die tijd waarin de Kooning zich bezighield met zijn beroemde serie vrouwenschilderijen. Maar wat de scan niet duidelijk maakt is wie wat heeft uitgegumd. Want ook de Kooning zelf gebruikte zijn gum vaak tijdens zijn werk. Rauschenberg vroeg zich af of een kunstwerk zou kunnen bestaan uit een volledig monochroom vlak zonder voorstelling. Hij maakte in 1951 een serie white paintings, helemaal witte doeken die ongeverfd leken. Rauschenberg vroeg zelfs aan zijn vriend en collega kunstenaar Cy Twombly om er een paar te schilderen, om te kunnen beoordelen of het wel van belang was wie het schilderij gemaakt had. Later koppelde hij deze witte schilderijen nadrukkelijk aan de uitgegumde de Kooning. Beide waren experimenten met wat hij het monochrome beeld zonder beeld noemde. Kan kunst bestaan uit een werk dat met een gum gemaakt wordt? Na zijn blanco schilderijen wilde de kunstenaar bepalen of een kunstwerk ook uitsluitend door uitwissen kan worden gemaakt. Wat zou er gebeuren als je een vlak niet in één kleur schildert, maar juist alles wat er te zien is weghaalt totdat alleen de drager, het doek of het papier overblijft? Hij begon met het uitgummen van zijn eigen tekeningen, maar was niet onder de indruk van de resultaten, omdat hij vond dat het niet creatief genoeg was. Waarom niet? Ik vermoed dat er meerdere redenen voor zijn. Hij had al heel veel gegumd tijdens het tekenen, voordat hij zijn tekening perfect vond. Dus uitgummen was nu niet spannend meer. Er zou niets nieuws meer in de tekening ontdekt kunnen worden, omdat hij hem zelf gemaakt had. Zelfs uitgummen zou de oude tekening nog in zijn hoofd laten voortbestaan. En al vanaf het moment dat hij een werk zou kiezen, zou zijn onderzoek niet meer objectief zijn en dus misschien wel bepaalde mogelijke uitkomsten in de weg staan. Wat kunnen Rauschenbergs redenen geweest zijn voor deze ongeziene performance die uitloopt op een twijfelachtig resultaat? Hij wilde een echt kunstwerk uitgummen, dat als kunstwerk geaccepteerd zou zijn, anders kon er geen nieuwe kunst ontstaan. Op dat moment was iedereen in de kunstscene ervan overtuigd dat het werk van Willem de Kooning, toen op zijn hoogtepunt, echte kunst was. Wie weet zou hij door het gummen dichter bij de drijfveren van de maker komen. Het uitgummen zou hem dwingen tijdens het proces van wissen na te denken over elke lijn die hij weghaalde, hoe belangrijk die was en wat er zou overblijven als hij die lijn weghaalde. Zou het ook zo kunnen zijn dat het beeld sterker zou worden wanneer hij er één of meer lijnen uithaalde? Zou hij zich het originele werk blijven herinneren, zelfs nadat hij het werk had uitgewist? Hoe nauwkeurig zou zijn geheugen de gevolgen van deze daad vasthouden? Zou het uitwissen hem zelf bevrijden, zodat hij nieuw werk zou kunnen maken dat niet werd beïnvloed door kunst die hij bewonderde? Hij was een groot bewonderaar van Willem de Kooning en had al twee van diens tekeningen in bezit. De maker van de tekening had hem toestemming gegeven om het werk uit te gummen en dus zag die ook waarde in het experiment. En tenslotte, het uitgegumde werk zou voor altijd de naam van de originele maker in de titel dragen en daardoor hun beide namen aan elkaar verbinden. Hoewel alle geschriften over het uitgegumde werk vertellen hoe beroemd de Kooning was als abstract expressionist, noemt niemand zijn fascinatie voor het geschilderde vrouwenportret. Toch is duidelijk dat de Kooning juist in die periode het vrouwenportret als geïdealiseerde schoonheidsafbeelding openbrak
en ruimte maakte voor een psychologische benadering. Zou Rauschenberg met de Koning gesproken hebben over diens vrouwenthema? Had de tekening iets te maken met een vrouw? Op deze foto van het echtpaar de Koning is op een schilderij tussen hen in een mensachtig wezen te onderscheiden in de verf. Er is verwantschap te zien met zowel Jackson Pollock als met Pablo Picasso. Pollock door het smijten met verf, Picasso door het deconstrueren van het mensbeeld. Elena staat zelfbewust naast het schilderij, alsof het een portret is van haar. Christie's spreekt over het schilderij doordrenken met de complexiteit die inherent is aan de moderne kijk op vrouwelijkheid. Een tekst bij het schilderij Woman as a Landscape, dat al ter sprake kwam in de video over Willem de Koenings rozevingerige dageraad. De vergelijking van al deze werken toont aan waarom de Koening zo beroemd was. Juist in de jaren dat veel kunstenaars niet figuratief gingen werken en daar grote successen mee behaalden, vond de Koening een stijl uit die figuratie liet bestaan onder een veld van verf en verfstreken. Zijn gebaar was niet zoals bij Picasso ondergeschikt aan het onderwerp, maar liet een afbeelding opdoemen uit een slagveld van geschilderde kleuren en getekende lijnen. In 2017 organiseerde het Museum of Modern Art in New York een tentoonstelling over Robert Rauschenberg met als titel Rauschenberg onder vrienden. De begeleidende tekst luidt als volgt. In 1959 schreef Robert Rauschenberg: schilderen heeft betrekking op zowel kunst als het leven. Geen van beide kan worden gemaakt. Ik probeer te handelen in de kloof tussen de twee. Hij werkte vaak samen met kunstenaars, dansers, muzici en schrijvers en vond nieuwe interdisciplinaire manieren van artistieke praktijk uit die de koers van de hedendaagse kunst hielpen bepalen. Het ethos dat Rauschenbergs werk doordringt, openheid voor de wereld, toewijding aan dialoog en samenwerking en wereldwijde nieuwsgierigheid maakt hem ook tot een toetssteen voor onze tijd. Het is geen toe-eigenen, zoals Duchamp's L-A-O-O-Q, want toe-eigenen betekent letterlijk wat het is, het werk inpikken, zeg maar afpikken en definitief veranderen. Het is geen kopiëren en ook geen veranderen. Het is een mystificatie van iets dat er ooit voorheen was. Misschien is het wel te vergelijken met de beroemde onvoltooide. Er is een band ontstaan tussen de schepper en de wisser. Alleen zij kennen het werk toen het nog zichtbaar was. Alleen zij weten wat er aan de wereld is ontnomen. Elk kunstwerk wil de kunst vernieuwen. Een nieuwe de Koening maken heeft geen enkele zin. Je gunt hem zijn plek in de kunst en tegelijkertijd claim je voor jezelf een plaats in de kunst voor de toekomst. En dat doe je met een stunt en die stunt mag best iets van een schandaal teweeg brengen in de media. Denk maar eens aan illustere voorgangers zoals Duchamp of Dali. Eén ding weet je zeker. De naam van Willem de Koening zal altijd aan jouw kunstwerk verbonden blijven en jij hebt de kunst definitief veranderd. Voor altijd.